Een vereniging die aangesloten is bij de BCL, de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg. Samen met nog zo'n klein 160 aangesloten verenigingen. Geweldig om ook te zien dat de 10 jaar hier aan deze kant van de Maas, zeg ik dan maar, weer zo goed lukt. En dat is dan ook een eer om hier vandaag te gast te zien wat ik u zag. Waarom? Heel bijzonder is het dat wij hier komen om een jubilaris in uw midden en niet zomaar eens om daar samen met zijn vrouw hier naar voren te laten komen. Nevens minder als Lambert van den Ende met zijn vrouw Anita. Lambert, kom maar naar voren. Want als ik de naam al lees van den Ende, familie van Joop. Ja, ja, dan moet de omen tegen zijn. Je moet niet tegen de Maasbrug in de rug. Schoon om dat te horen, Lambert. En een man van de Limburgse volkscultuur. Lambert is een man die weet hoe er op een waardige manier de vastelovens voorzien vereniging moet draaien. Al 22 jaar lang doet jij dat samen met Euronita. Zij zorgt er altijd voor dat die pakje fijn gestreken is. Die krijgt gehageld wit, die zeunt is gepoetst en dat sticht op een waardige manier hier de puilenschouders die eer geeft om de vastelovend uit te dragen wie dat in een echte carnaval is wie u in zijn hart en nieren zit. Want het vastelovensbloed krupt wie u wordt niet meer kunnen gaan. Hier ziet het, die in 93 als lid is geworden van deze vereniging. Want als ik op dit spiekbriefje kijk, dan zie je eigenlijk een beetje ook in de hofleverancier van allerlei prinsen en prinsenparen. Samen wat jij het prinsenpaar in 1993. Het moet ik nog zo klaar voor de geest staan wie de dag van gisteren. Schoon om daar, nu, nog zoveel jaar later, aan terug te mogen denken. En een echte vastelovensfamilie die de zoons Bram en Dirk, die brusten als jeugdprins, het bloed, het vastelovensbloed met het gegeven, om dat door te geven naar de generaties nog meer. Je hebt dat op een geweldige manier gedaan, de Puilenschouders. En bij het 3011 jubileum was het, goed kieken, Bram was de jubileumprins. Ook een van u, die wist wie er op een waardige manier hier in Ettervoort de vastelovend ver mocht worden. Maar hier, Lambert, ik moet het gerust zeggen, je bent eigenlijk een stille kracht achter deze vereniging. In de regulateur, zou je het willen noemen. In de regulateur van deze vereniging. Die ervoor zorgt dat ook het verloop van de optocht altijd perfect was. En die altijd ervoor heeft gezorgd dat alles wat ook maar moest gebeuren, nooit hebben ze in voor yes de hoop op u gedaan. Samen met die Anita. Anita, dich bezit had ook ieder jaar de vastelovensmis voor die rekening neemt in onze Limburgse volkscultuur. Kerk en vastelovend, het ging altijd samen. En dat is al jaren zo. En die dank en waardering, wat u beiden toe kunt, dat doen we bijzonder aan u, Lambert. Die jongens en meisjes van die vereniging, mag ik wel zeggen. Die weten dat te waarderen en ook te honoreren. En die hebben bij de BCL aangevraagd de grootorde in zilver van 2x11 jaar hier bij die puinenschotters. En mag ik daarom nu de opdracht geven om die hoge orde namens de BCL mensen van midden aan u te gaan veranderen. Wie deze? Salut! Lambert, proficiat, draag ze in hier. Ik ben er vast van elke thuis dat je de rug vereert met vleugels en dat u hier weer nog heel veel jaren hier zo moet zijn. Anita, ik heb die vies ook gezag. Ook weer een klein diamantje aan de vastelovenskroon wat ervoor zorgt dat deze klein hechte gemeenschap jaar op jaar op zo'n prachtige manier van de vastelovensfeest in het dialect gezien wordt.
op de dank van die Punishers en alles wat er omheen is, is heel goed. En daarom hebben we overig in een prachtige bloemenschoos die hebben namens uw vereniging de bloemenbrot uit de handen geeft. En van die Hugo, van dat we dat doen, dan geeft de bloemen maar eerst als de bied de handen kwamen. Je ziet dat het doel, we geven een prachtige bloemenschoos in rood, geel en geur de bloemen uit de handen. Anita, we hebben nog een verrassing gehoord. Dat is het misschien al gezien. Dan liggen de prachtige dames onder van de Bissel. Ook voor dich, door die jongens en meisjes aangevallen. Van alle mijn was het in haar vereniging steeds. Onze dames voor, en groot zijn we erop dat we echt doen, de dames onder de van de Bissel, van die vereniging mogen van de verhandeling. Wie deze? Dat we dat niet allemaal weer klanten krijgen. Wij zien de Christenland. De Christenheid nog eens een hand door ons of door uw vereniging. Als dat een waardering van wie huurt die die prachtige jongens zijn. En wat kunnen we nog verder doen als op deze jubilarische in zanghulde te brengen? Een zanghulde, Rans, Ebbervoort, Jonge Nadeuk gaat met. We kregen eindstoffen van de Limburgs volkslied. We kregen ondersteuning van de muziek. Jongens uit Valdeboos, dames en mensen twee. Echte bouwmeester, geef dat. Dank u wel.